Het Bijna Thuishuis is geopend en heeft de naam Latenstein gekregen. Op het voormalig landgoed Latenstein, aan de Pastoorsmast in Nuenen, staat een prachtige bungalow. Hier kunnen zieke mensen die nog maar kort te leven hebben, hun laatste dagen of maanden doorbrengen. De medische zorg blijft in handen van de eigen huisarts en de thuiszorg. Vrijwilligers zijn er voor de gasten en voor hun familie. Toen was er in dit dorp een mevrouw en die zei van, ik zet wat op jullie rekening, want dat lijkt me een fantastisch doel. We hebben ze ook benoemd tot onze beschermvrouwen. En ik ben heel blij, Ralf, dat je aanwezig bent namens het gemeentebestuur, onze wethouder. De kleindochter van de laatste bewoonster van landgoed Latenstein onthulde samen met beschermvrouwe Alice Michels twee dekstenen. Deze stenen worden op een later moment bij de ingang van het terrein geplaatst. Hoe wil jij het eraf halen? Zo naar achteren. Mevrouw Michels is tot beschermvrouw benoemd omdat zij direct bij de eerste plannen een flinke financiële bijdrage deed. Ze is in het project blijven geloven, ook toen het wel eens tegen zat. Heeft u zelf in uw omgeving wel eens meegemaakt dat er iemand eigenlijk een plekje hier verdiend had, maar dat er nog geen Bijna Thuishuis was? Mijn moeder, dat is de eerste. Ja, die was in... God, ik kan niet op de naam komen van dat huis bij het Katrina ziekenhuis, daar vlakbij. Maar nee, ik vind toch het mooiste als iemand hier de laatste paar weken kan doorbrengen, of maanden, 3 maanden of zo. Want je ligt hier in alle rust, je krijgt erg veel persoonlijke aandacht en dat is wat iemand echt nodig heeft in de laatste fase van zijn leven. En je hebt hier een prachtig gevoel midden in de natuur en het is een fijn huis waar je je thuis ook voelt binnen. Dat kun je zien aan de kleuren en aan de inrichting, de zorg die eraan besteed is. En als alle vrijwilligers ook echt een team gaan vormen, dan zal dat zeker naar de gasten terugkomen. Ja, daar ben ik heel zeker van. Ik heb daar vertrouwen in. Voor mij is een droom uitgekomen in ieder geval. En die herinnering die laat ik nog even achterwege. Die laat ik aan de mensen die hier komen. Het is een prachtig huis geworden. En ja, we hebben het ook zo in kunnen richten dat ik denk dat iedereen zich hier thuis voelt. Zijn er voldoende vrijwilligers gevonden? Absoluut. Ja? Ja. We zitten nu op 68. Dus, en dan reken ik nog niet mee de mensen die klaarstaan om het bos te doen en de klusjes te doen en alle in- en outs. Nee, dan zijn er voldoende. Ja. Stel voor dat er mensen nu kijken naar deze uitzending en zeggen van nou, dat lijkt me ook echt iets voor mij. Is er nog plaats? Vrijwilligers die hebben we denk ik vanaf vandaag nodig tot in de verste verte. Want het is natuurlijk zo dat er ook mensen afhaken die het problematisch vinden. Ze moeten het allemaal nog wennen. Er zijn ook mensen die zich aangemeld hebben voor alleen de weekenden. Die alleen zijn en die zeggen nou, ik wil eigenlijk het weekend, het is voor mij het moeilijkste. Dan kom ik hier het weekend. Hoe meer zielen, hoe meer zorg. Wat verwacht je van een vrijwilliger? Integriteit in de eerste plaats. En ik denk ook invoelende zorg. Hè, dat je mee kunt denken met degene die er ligt. Mee kunt denken met de familie die toch ook in een soort noodsituatie is. En wat we van onze vrijwilligers verwachten hier is dat ze met egards omgaan met onze gast. Hoe zit het met de kosten? Wat moeten mensen zelf bijdragen? De kosten voor het liggen, het verblijven. En het eten, koffie, thee, et cetera, is €45 per dag, nacht. Ja, en de meeste mensen hebben daar een verzekering voor lopen. Die hebben een verzekering afgesloten en krijgen dat gewoon terug van de verzekeringsmaatschappij. Dus het is voor iedereen toegankelijk. Voor ons is het natuurlijk een heel klein bedrag om daar alles voor te moeten doen. Gas, licht, water, het verblijf en zo, de was, noem maar op, alle dingen die daarbij horen. Maar aan het eind van het jaar maak je de balans op hoeveel gasten heb je gehad. En dan krijg je van het ministerie van Gezondheid krijg je dus nog een extra bijdrage per gast. Maar we moeten dus eerst het half jaar sappelen. Ja, zo gaat het wel worden. De vrijwilliger wordt ook opgeleid? Ja, ze zijn allemaal opgeleid. Ze hebben allemaal een cursus met ons gehad. De zorg en de hygiëne in het huis. Stervensbegeleiding met Jos Dekkers en een van onze bestuursleden. En communicatie en begrip voor de cliënt en begrip voor zichzelf en weten waar ze aan toe zijn. Dus dat hebben we allemaal achter de rug. Volgens mij staat hij een trotse man. Heel trots, echt.
echt een droom is uitgekomen voor mij. Ja. Proficiat. Dankjewel. Hoe ben je betrokken geraakt bij het project? Nou, al vrij in de beginfase las ik in Rond de Linde dat over het initiatief. En als ondernemer wil je ook maatschappelijk betrokken zijn in het dorp waarin je werkzaam bent. En als architectenbureau al jaren hier werkzaam. En dat sprak me aan. Dus ik heb gewoon gebeld en gezegd van nou, ik wil graag meedenken in mogelijkheden voor het oprichten van een bijna thuishuis. Ja. De rust, de soberheid die het gebouw in zich heeft, ook die behouden. Hè. Het was natuurlijk, we hebben het niet mogen slopen en een nieuw pand neer mogen zetten. Het moest echt een verbouwing zijn, omdat het in de ecologische hoofdstructuur ligt. Maar het ligt zo prachtig in een dorp of in een bos. En dat bos straalt een bepaalde rust uit. En dat wilde ik ook per se in dat huis behouden. En dat is ook gelukt, absoluut. Ja.